hebben wij in de zwangerschap misschien iets fout gedaan waardoor deze ziekte is ontstaan? Nee, dat is mijn eerste antwoord. Er is niks wat je in de zwangerschap kan eten of doen of aan blootgesteld kan worden. Of dat je te veel in de zon zit of te veel koffie drinkt, waardoor je kind de ziekte van Hirschsprung krijgt. Het is dus nooit de schuld van de zwangere vrouw, om het zo maar te zeggen. Je kunt niks fout doen in je zwangerschap. We weten ook dat zo'n 80-90% van kinderen met de ziekte van Hirschsprung die ziekte zomaar krijgen. Dus niet omdat een familielid daarmee belast is. En van familieleden die, of families waarin wel de ziekte van Hirschsprung voorkomt, is die belasting ook rond de 5, misschien 10% dat een ander familielid die ziekte kan krijgen. We weten steeds meer, stukje bij beetje, over de genen en de DNA wat betrokken is bij de ziekte van Hirschsprung. Maar hoe dat precies overgegeven kan worden binnen families is een behoorlijke puzzel. Maar het is dus niet zo dat je in je zwangerschap iets kan doen waardoor je kind die ziekte kan krijgen. Oké. Gelukkig.